Er zijn hier nogal wel acteurs. Lando Calrissian is er bijvoorbeeld. Een aantal Game of Thrones. En Astrid Joost. Astrid Joost is er ook. Nou, die is van 2. Die is van 2 voor 12. Die wil je hebben. Hoe heet ze ook alweer? Oh, Stephanie Joost. Het kan niet waar zijn dit. Het is dus Comic-Con weekend hier in de Jaarbeurs in Utrecht. Het zonnetje schijnt, is heerlijk weer. We racen naar binnen natuurlijk om de zon te vermijden. Maar we staan hier met de gamers uit Tuk-Tuk. 2 games spelen. Dus ja, aanloop. We gaan kijken wat er allemaal te doen is. Alles met comics, alles met series, alles met films. Mensen geven geld uit bij de vleet. We gaan lekker kijken wat er allemaal binnen te doen is. Heerlijk weekend, dus Comic-Con. Nice. Dit is natuurlijk wel een con wat je jaar geleden niet voor mogelijk hield. Cosplay. Ja, we kennen natuurlijk wel uit de Japanse anime cons. Je gaat verkleed als je favoriete personage uit een serie, game, anime, strip, maakt niet uit. Maar hier op Dutch Comic Con, ja, het kan. Je ziet heel veel westerse cosplay. Alles van Star Wars, natuurlijk Link van Zelda, Pokémon. Je ziet Adventure Time, superveel. En dat maakt het wel heel erg speciaal. En mensen schamen zich tegenwoordig ook niet meer. Tenzij je echt een masker op je gezicht hebt omdat je gewoon te lelijk bent. Maar hey, het kan tegenwoordig. Het is heel vet. Nou ja, cosplayers is natuurlijk waar de beurs om draait. Maar er is eigenlijk nog één ding waar de beurs nog meer om draait. En dat is het kopen van dingen. Dat maakt eigenlijk best wel een beetje een vreemde beurs. Want je betaalt best veel geld voor toegang. En vervolgens ga je heel veel geld uitgeven voor hele veel dingen die je allemaal online ook kunt krijgen. Maar het gaat waarschijnlijk om de beleving. Want er staan hier echt honderden standjes waar je allemaal dingen kan kopen. En dat zijn gewoon comics, maar nog vetter figurines en spellen van jouw favoriete series, films en games. En ook heel veel retro shit. Dat vinden Daniel en ik vooral heel vet. Weet je wel, dingen uit de jaren 80 kun je ons voor wakker maken. Never gonna give you up, never gonna let you down. Kortom, als je een beetje geld hebt en je wil een beetje uitgeven, dan kun je op Dutch Comic Con absoluut je gang gaan. Hoi, sorry. Ik ben op zoek naar een bruggetje voor het volgende item. Weet jij misschien nog een goede link? Wauw. Wow. Anywho, voor Nederland is Dutch Comic Con inderdaad vooral de cosplayers. En het zijn dus de cosplayers die de beurs maken. Maar internationaal is het ook vooral het zoeken van die handtekening van je favoriete acteurs. En ze hebben nogal een blik acteurs weten over te halen hier naartoe. Lando Calrissian is er, zijn een paar Game of Thrones acteurs zijn er. Stephanie Joost is er. Nou ja, het is best wel veel. Alleen, daar is het nogal rustig, want wij zijn Nederlanders. En wij willen geen 15 tot 30 euro uitgeven voor een handtekening. Of 50 euro voor een foto. En dat vond ik toch een beetje jammer, want dan heb je daar een hele hoek. Met al die gasten die handtekeningen uitdelen. Wel voor geld, dat is waar. En daar is het heel erg stil. Andere verschillen met vorig jaar. Het is nu nog meer winkels. Ja, je hebt het gezien. Er waren gewoon nog meer winkels. En de aankleding. Ja, het is groter van opzet. Ik weet niet of ik het veel sfeervoller vind dan vorig jaar. Vorig jaar vond ik het iets overweldigender. Maar goed, het is weer drukker bezocht dan vorig jaar. En Dutch Comic Con 2016 doet vooral wat het moet doen. Namelijk het vieren van het fanschap van verschillende franchises. En dat krijg je hier op Dutch Comic Con absoluut mee. Ja,
zoals jullie aan de Exo dus achter mij kunnen zien, zit de Dutch Comic Con 2016 er helaas weer op. We hebben gelachen, we hebben gegamed, we hebben ontzettend veel cosplayers gezien die er ontzettend vet uitzagen. Wij gaan in ieder geval naar huis en genieten van een welverdiend biertje. En we hopen jullie te zien op ons volgende evenement, dat is de Dutch YouTube Gathering. Laat ik eerlijk zijn, ik heb in mijn leven heel veel slechte dingen getolereerd. Maar de muziek die de Nintendo stand heeft op dit moment van een Japanse dance game is echt... Dat is waarom mensen naar een oud ijzerwinkel lopen, een pistool kopen en een hele school. We hebben er allemaal inderdaad. Lenny is gewoon een beetje zeiken. Ik heb, komt allemaal goed. Het is dat we anders morgen maar met z'n tweeën stonden, maar anders had ik mijn hoofd echt hierop kapot geslagen. Het is echt... Mag ik het doen? Verschrikkelijk. Wat? Nou, alsjeblieft niet. Ik moet morgen nog bij de Tuk Tuk staan. Ah.